Mijn naam is Meme Meijer en ik heb zelf een psychosegevoeligheid en een gevoeligheid voor manieën. En iemand vroeg mij van hoe komt het toch dat ik veel dingen niet meer automatisch doe en dat ik bij alles moet nadenken, dat ik enorm lijd en dat alles me zo heel veel energie kost. Nou, weet als je een psychose hebt gehad en daarna een depressie, dat je ja, echt een soort van ziek bent en dat je daarvan moet herstellen en dat zorgt er ook voor dat je lijdt. En vaak, doordat je ziek bent, doen je hersenen het ook tijdelijk wat minder goed. Dus soms is het ook moeilijker om te lezen bijvoorbeeld. En weet, ja, in mijn geval bijvoorbeeld, is dat teruggekomen. En ik hoor van meer mensen dat het lezen, dat komt terug. Maar dat maakt wel dat het moeilijker is om dingen te doen. En als je wil praten, kan je bijvoorbeeld de luisterlijn bellen. Het telefoonnummer is 0900 07 67, dus 0900 0767. Maar er zijn ook andere dingen die je kan doen. Je kan dus doe vooral iets waar jij je goed bij voelt. Daarmee versterk je ook weer de sterke kanten van je hersenen. Maar wees dus vooral ook lief voor jezelf. En ja, ga bijvoorbeeld wandelen in de natuur of fietsen of foto's maken. Kleuren, ja, doe waar jij op dat moment nog wel denkt van ja, dit kan ik wel gaan doen of hiermee kan ik de tijd doorbrengen. En voor de rest ja, wil ik een volgende keer stigmatisering bespreken, want dat maakt waarschijnlijk ook dat je je, ja, vooral als je in een psychiatrisch ziekenhuis bent opgenomen, dan kan je je minder waardig voelen. Maar ja, ik noem het ook gewoon psychiatrisch ziekenhuis. Je bent gewoon ziek en je hebt gewoon even de tijd nodig om te herstellen. En het komt vast goed. Heel veel liefs, al het beste en take care.